Ik ben Stefanie. Ik ben mijn man verloren aan de gevolgen van HIV. Hij was 38 jaar. Ik heb Wouter leren kennen in 1999. Ik was 17, hij was 19. En we hebben elkaar leren kennen via gemeenschappelijke vrienden op een Radio Donna 5 in Deinze. En het was eigenlijk liefde op het eerste gezicht. Maar ja, Wouter was toch een beetje aarzelend in het begin. Achteraf gezien ja, wisten we natuurlijk waarom. Door die HIV was hij niet zeker van ga ik een relatie aangaan of niet, gaan we verder gaan of niet. Hij heeft ongeveer een maand gewacht om te vertellen dat hij HIV positief was. Ik was ja, geschrokken natuurlijk, want ja, je verwacht niet dat zoiets gaat zijn. 17, jong en naïef, laat ons zeggen. En oké, goed, dan nemen we er wel bij. Ik dacht, nu, jij springt, ik spring mee. Dus we springen samen. Wouter is geboren met hemofilie. Dat is een bloedstollingsziekte. Dus het bloed stolt niet vanzelf. En hij moest elke dag, of toch zeer regelmatig, medicatie inspuiten. Afgeleid van bloedproducten. En in 85 is hij zo besmet geraakt met HIV-virus. Eigenlijk is hij dan wel regelmatig ziek geweest, maar wisten ze ook niet van ja, in de jaren 80 over HIV. Was er nog zeer weinig gekend. En dan is het eigenlijk maar in 89 uitgekomen dat hij HIV-positief was. Hebben ze het aan zijn ouders verteld en die hebben het dan maar aan Wouter verteld in 96, omdat ze hem een beetje een onbezorgde jeugd wouden geven. Hij is beginnen medicatie nemen als hij 19 was, in 99. En dat waren toen 18 pillen per dag. Twee keer 9, 9 s'morgens, 9 s'avonds, ook op uur. Maar dat viel zodanig zwaar dat hij daar toch, hij had daar zeer veel last van. Hij moest ook enorm veel overgeven. Ja, onze relatie was direct serieus. Hè. Ja, de verliefdheid was direct, ja, dat was direct een serieuze relatie met serieus veel zorgen. En eigenlijk wouden we trouwen omdat Wouter, natuurlijk omdat we elkaar graag zagen, absoluut. Maar ook, hij wou zeker zijn als er met hem iets gebeurde, dat alles goed geregeld was, dat allemaal in orde was, dat ik zou verder kunnen, ook al was hij er niet meer. Onze huwelijksreportage is genomen aan de Oude Leienarm. En daar heeft hij het ook dan ja, in 1999 verteld dat hij seropositief was. Dus dat was voor ons wel een bijzondere plek, ook een mooie plek. Achteraf gezien ja, ook wel een beetje een dubbele betekenis, maar toch een heel fijne plaats om naar terug te komen. Als ik terugdenk aan 10 jaar geleden, dan voel ik heel veel warmte, heel veel liefde. Het was ook een heel mooie dag. Het was 27 graden en ik heb daar een heel mooie herinnering aan. HIV neemt, is zeker een dreiging, neemt alles in elke keuze die mijn man gemaakt heeft en die we samen moeten maken hebben, heeft HIV altijd een rol gespeeld, altijd. De keuze van ons huis, geen schuldsaldoverzekering voor mijn man. Zijn werk, hij had graag in ploegen gewerkt, maar hij sliep, hij moest veel slapen, dus dat ging niet gaan. Kinderen zijn er ook niet gekomen op een gewone manier. De twee kinderen die we hebben. En het heeft eigenlijk. Het stond altijd om het hoekje te wachten en het was altijd aanwezig, altijd. In 2015 ging het niet goed.
Heel veel onderzoeken gebeurd. En dan kwam eigenlijk het verdict dat er een kanker in zijn hoofd is ontstaan door dat HIV hem genesteld heeft in de hersenen eigenlijk. Daar schade had aangericht. En dan heeft hij 9 maanden zeer zware behandeling. Chemotherapie, bestraling. En, tot eigenlijk voorjaar 2016. En dan een paar maanden ja, herstellende en in die herstelperiode opnieuw hervallen in zijn oog. Zat er lymfoom in zijn oog. In 2017 is dan een ongeval gebeurd met onze kinderen erbij, waar dan onze jongste zoon een zwaar hersenletsel heeft aan overgehouden. En eigenlijk is dat ongeval ontstaan omdat mijn man een epilepsieaanval heeft gedaan. Ten gevolge van al de zware behandelingen in zijn hoofd. En kort daarna is hij dan een derde keer hervallen. Toen hij het mij verteld heeft, als ik 17 was, wist ik eigenlijk redelijk snel dat HIV in heel ons leven ging, op mijn leven dan ook, grote impact hebben. En ik heb dan ook verpleging gestudeerd, maar ergens, ja, als hij het mij verteld heeft, wist ik, Wouter, we gaan niet samen oud worden. Je hoopt dat wel. Maar ergens wist ik in mijn achterhoofd dat dat niet ging gebeuren. Dat hij natuurlijk maar 38 jaar ging worden, ja, ik had gehoopt, we hadden er samen voor gehoopt dat het meer ging zijn. Maar, ja, het is veel te kort geweest. Ik kom heel vaak naar het kerkhof, ja. Ja. Ik kom hier tot rust en maak dan het graf mooi en bloemetjes. En ja, op bankje eet ik dan mijn broodje op. Of, ja, gewoon hier even zijn. Ik vertel veel tegen hem en ik vraag ook als het moeilijk gaat of geef mij een keer een beetje kracht. Of ja, gelijk nu, we staan hier en de zon breekt zo even door op zo'n bewolkte, regenachtige dag. En ik geloof daar wel ergens in dat dat een teken is. Ik kom alleen, maar ook met de kinderen. Eigenlijk komen we vaak samen en de kinderen onderhouden dan ook het graf. En dan Karel, de oudste zoon, die doet dan het onkruid weg en dan geeft ze het bloemenwater en dan komen ze een keer al een nieuwe fiets wonen. Voor mij is het gevoel van verdriet op dit moment nog het sterkste. En voor de kinderen is het nu vooral boosheid waarom hun papa moest sterven en niet een andere papa. En toch wel ook bij mij het onrecht dat aangedaan is van ons gezin dat eigenlijk nu, ja, gewoon ja, dat hij weggerukt is uit ons gezin. Dat is niet eerlijk. Ik ben heel kwaad op HIV. Heel kwaad. Ja. Het heeft eigenlijk ja, alles kapot gemaakt. Wouter was door de vele behandelingen in zijn hersenen, had hij eigenlijk wat aantasting, dat hij wat begon te missen en wat verward te worden. En hij wou niet op een punt komen dat hij zijn eigen kinderen niet meer zou herkennen, dat hij ons niet meer zou herkennen. Dat wou hij absoluut niet. En de laatste dagen ging het eigenlijk die kant op kunnen gaan en heeft hij dan beslist om voor euthanasie te kiezen. Om eigenlijk niet tot dat punt te komen. En zijn papieren waren al een jaar en een half ervoor ingevuld. Dus hij had dat heel duidelijk voor zichzelf opgemaakt. Als ik op dat punt zou komen, wil ik ervoor kiezen om het,
om de HIV voor te zijn eigenlijk, om dat punt niet te bereiken. Ik vind het nog altijd een zeer moedige beslissing, want uiteindelijk... Hij wou niet sterven, hij wou zijn kinderen niet achterlaten, hij wou mij niet achterlaten. Maar de toestand was zodanig achteruit en dat hij dan toch, ja, heeft die beslissing moeten maken. Ik ben niet echt opgelucht, want dat is niet de gang van het leven. Dat is overig moet uw man en de vader van de kinderen afgeven. Maar de situatie zoals ze was, was ook onhoudbaar. Het was gewoon te erg, te schrijnend, te ziek, te alles eigenlijk. Het was niet meer, het was geen leven meer. In de eerste plaats voor hem niet, maar voor heel het gezin ook niet.